Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, heeft vandaag bevestigd dat er nu wel een oogvirusepidemie heerst in ons land. Het aantal personen dat besmet is met het virus neemt nog steeds toe. In de afgelopen week zijn er landelijk ongeveer 1300 gevallen geregistreerd. In de week daarvoor waren dat er slechts 250. BOG-directeur Leslie Resida zegt dat als men de symptomen waarneemt, direct de huisarts geraadpleegd moet worden om erger te voorkomen. Dat zoveel personen nu de dokter bezoeken voor het oogvirus, geeft aan dat de mensen beseffen dat de situatie heel ernstig is, geeft Resida aan.